Een goeiemorgen! Ben je al een beetje goed wakker? Ja? Hey, je hebt zo'n mooie kleertjes aan. Die heeft papa goed uitgekozen voor jou, hè? Wow. Met mammoetjes op. Zie je dat? Dat is mooi, hè? Weet je wat wij gaan doen, kleine Gilles? Wij gaan vandaag naar de babyspa. En het is voor de allerlaatste keer, hè, jongen? Want, ja, waarschijnlijk wel, hè. Je kan maar tot een bepaalde leeftijd naar de babyspa. Tot 6 maanden. En jij bent bijna 6 maanden, hè. Dus daarom gaan we nu voor de allerlaatste keer naar de babyspa. En dan kan Jules een beetje zwemmen. Heb jij er zin in? Ja? Dat gaat leuk worden, hè? Zo zwemmen, zwemmen, zwemmen. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Ja, hè? Hey. Zo. Zijn we weg? Ja. Nu zijn we, hè? We zijn. Hij is blij, hè? Ja. Hij weet wel wat er gaat komen, misschien. Ja. Hè? Bijna 6 maanden. Bijna 6 maanden. Dus ja. Oké, ja, dat is nog ook niet vertrekken. Ja. Hey, goed gedaan, hè? Dat is leuk, hè? Dat is een leuke babymassage, hè? En nu komt het leukste deel, hè? Ja, de babyspa. Ja. En dan gaan we even de gekke band aandoen. Maar niet in de mond, hè, Jules. Dat gaan we nu even niet aan, hè. En bij de balletjes voor hun band, hè, Jules. Hé, bij de balletjes, hè, dat is leuker dan dat speeltje. Wow. Oh, kijk eens daar. Ja, kijk. Ja. Favoriete kleur geel. Moet je ze niet hebben? Kijk. Lekker relaxen nu, hè. Oeh, jipsa. Dat je. Ah, papa is pappig. Dat is leuk. Yeah. Die beentjes en die voetjes. Ja, ja, het gaat op de grond. Ja. We zijn eruit. Hoe vond je het, Julieke? Hoe vond jij het? Leuk? Ja. Ja. Was het leuk, schatje? Helemaal ontspannen nu. Ah. Ja. Dat is nu zijn derde keer dat hij Eet, hè? Maar het mag misschien nog wel, hè? Hebben we juist hier gehoord? Ja, maar eigenlijk nog tot de uitgerekende datum en dan 6 maanden. Dus, ja. Dus hij heeft nog eigenlijk 7 weken nog een speling nu. Ja, mag jij tot ergens in januari mag jij nog komen. Dus misschien is het niet zijn allerlaatste keer geweest. Nee. Toch wel bijna. Ik hoop dat je er dubbel en dik van genoten hebt. Nee. Zit er nog naar te kijken. Ja. Ja, zie je het nog? Zie je de bubbel? Ja, kijk hier. Hier, wat als jullie dat daar net in zie? Deze en dat balletjes gekregen, hè? Dat was de babyspa. Vond je het leuk? Ik vond het leuk en ik denk als jullie ook wel. Ben je zelf ook een beetje ontspannen geworden? Ja, ik vind het heel leuk om te zien hoe dat als jullie zo aan het genieten is en dat leuk vindt. En dat geeft mijzelf ook gewoon een heel fijn gevoel. En ik vind ook daarna is het veel rustiger zo. En ja, je geniet er echt van een beetje ook watergewinning en zo is ook heel goed. En ik vind het ook wel heel mooi ook om zo de verschillende momenten ook zo te zien. Zoals de eerste keer de babyspa, de tweede keer, ik sta nu dan de derde keer. Je ziet hem echt zo evolueren eigenlijk. Ja, zo. Dat is waar. Dus, ja, echt mooi om te zien. Absoluut, ja, hij heeft het ook heel erg goed trotse gedaan. Mama, hè. Ja. Hij heeft
had eigenlijk bijna niet geweend, eventjes zo kort. Hij had honger, dus hebben we daar wat eten gegeven. Ja, was zo waar we de massage aan het geven. Ja, en voor de rest was het eigenlijk allemaal in orde. Ja. Echt, mogen trotse ouders zijn. Sowieso. Ons kind is een echte waterrat geworden, net zoals zijn mama en zijn papa eigenlijk. Ja. Wij zijn ook echte waterratten. Ja. Maar het is al lang geleden dat we nog een keer zijn gaan zwemmen. Ja. Dan kunnen we, ik kan het echt niet meer voor de geest houden wanneer wij de laatste keer nog gezwommen hebben. Ook niet. Het is al echt al lang geleden hoor. Ja. Ja. Maar we gaan er nog eens werk van maken. Ja, deze keer kunnen we ook onze Jules ook meenemen. We hebben nu gemerkt dat hem toch in het water zitten ook wel heel fijn vindt. Dus, ja, we gaan een zwembroekje voor hem moeten kopen. Ja, een zwemluier. Een zwemluiertje, ja. Ja. Spannend, ja. Leuk. Mag dat eigenlijk al, met een babytje zwemmen? Ja, ja. Maar, wel. Hij is al 6 maanden bijna, hè. Dus ik mag dat wel. Kijk, ze zijn hier dus het kerststal aan het opzetten. Ja. Ja. De ezels staan er al. Allee, toch niet waar, nee, het waren de werkmannen. Ho, 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 ho. We zijn nu bij de mama van Jolien. Hallo. Hallo, hey. En het is hier een heel bijzonder moment, hè, Jules? Sinterklaas is geweest. Sinterklaas is hier geweest. Ja. Ja. Ja? Wat andere kindjes ook. En die is helemaal langs de paletkachel hier naar beneden gekomen, hè. Ja. We hebben hier al een moderne schouw, hè? Dat is een palletkachel. Ja. Hè? Die zwarte Piet die is langs hier gekomen. Hè? Dat is een palletpiet. De palletpiet, ja. Ga ik eens kijken wat hij allemaal gebracht heeft. Hè? Kijk eens hier. Aan de andere kant, liefje. Oh, jammer. Kijk eens hier. Hier, kijk. Mooi cadeautje, hè. Dat is weer Zielke. Zo'n mooie kubus. Van Boomba. Kan Zielke mee spelen. Hè? Kan Zielke mee spelen thuis, hè. En snoepgoed. Oh, wat jammer dat Jules dat allemaal niet kan opeten, hè. Ah, ja. Dan gaan wij dat moeten doen, hè. Ah, ja. Kijk eens hier. Kijk eens hier, schatje. Allemaal voor jou. Ja, wat hè, jongens. Noem die mama nog een beetje opzetten. Allemaal voor jou. Kijk, ik zal hem een keer aanzetten, hè. 1, 2, 3, 4, 5. Ik wist niet eens dat er al batterijen is gehad. Oh, oh. Mooi, hè? Ja. En hier, een boekje. Ah, een boekje lezen. Het is een magische kubus, hè? Dat is mooi, hè? Ja, jongens, daar ga je nog veel plezier aan hebben, hè? Wat zeggen we dan? Dank u wel, Sinterklaasje. Denk ik dat het een succes is. Ik denk het ook. Kom, speel je met tas mee. Wat staat er hier trouwens nog op? Een briefje. Lieve kindjes, jullie zijn allemaal heel flink en braaf geweest. Daarom deze leuke geschenkjes. Veel liefs. Van Sint en Piet. Ja. Hey. Dat is voor de kindjes. Voor mijn 6 kindjes, hè? Ja. Allemaal zijn ze geweest. Alle kindjes waren flink en braaf geweest. Gelukkig ook. Dat is leuk. We zijn terug thuis. Begint er meer en meer een speelparadijs te worden. Zo, nu met het Sinterklaas cadeautje van de oma er ook nog eens bij. Ja, en er zijn nog wat cadeautjes op komst, want die kerstman komt ook nog. En ook mijn mama heeft ook de Sint laten komen. Ja, het is er echt aardig vol aan het komen te staan. Ik vind dat niet erg hoor. Ik vind dat eigenlijk wel wat gezelligheid geven, zo aan onze woonkamer. Kijk, dat is hier al een heel mooi speelhoekje geworden. En we hebben nog lang niet alles hieruit staan. Hier zit, ligt ook nog een speelmat. Daar nog een schommelstoel. Hier is een parkje waar hij ook nog heel graag in speelt. Moet maar niet zo leuk zijn. En hij groeit er ook wel weer eens uit. En dan kan er weer ander speelgoed in de plaats komen. En dan kunnen we weer andere kindjes blij maken met het oude speelgoed van Jules. Dus in dat opzicht, oh ja, maakt het allemaal niet zoveel uit. Ik geef met veel plezier deze ruimte hier aan onze Jules. Want wij zitten eigenlijk nooit hier in dit stukje. En Jules die gaat hier nog heel veel uren speelplezier hebben. En hoe ouder dat hij wordt, hoe meer dat we merken dat hij zich bewust is van dat hij hier op de wereld is. En dat hij ja, met echt ook zijn speelgoed gaat gaan spelen. Hij begint steeds maar meer en meer te reageren op alles wat je tegen hem zegt. Op alles wat je met hem doet. En ja, dat maakt het natuurlijk ook voor ons veel leuker. Ik vind dat toch in ieder geval. Je hebt vaak mensen die hun kindje heel graag liefst te zien als ze zo heel klein zijn en dat ze dat daarna minder en minder leuk vinden. Wel, ik vind het tot nu toe alleen maar leuker worden met Jules. Vooral die ontwikkelingen volgen en dergelijke. Misschien ga ik ooit zeggen van oh, was je maar weer terug zo'n klein dropje. Maar ik vind het nu echt zalig met onze Jules. Ja, het is echt heel erg leuk aan het gaan. Hoe hij evolueert. Iedere dag weer opnieuw wordt hij weer ja, een stukje slimmer, een stukje sterker. Kan hij weer nieuwe dingen doen. En dat is echt wel fijn. Ja, echt waar. Ik geniet ervan om papa te zijn en ik denk dat ik ook mag spreken voor Jolien, dat zij het ook super leuk vindt. We zijn trotse ouders en dat komt recht uit mijn hart, echt waar. We zijn zo blij met onze Jules.
En we vinden het ook heel erg leuk dat we deze vlog hebben, want zo kunnen we op deze manier het met, niet alleen met jou delen, maar ook met onszelf eigenlijk. En later ook weer met hem. Want als hij ouder gaat zijn, dan gaat hij kunnen kijken naar de filmpjes, naar de vlogs van toen hij klein was. Ik vond dat als kind altijd superleuk en nu nog altijd om naar oude cassettes terug te kijken van toen ik kind was. En dat mijn mama en mijn papa dus ook video's had gemaakt. Maar meestal enkel maar bij speciale gelegenheden. Dus als er een verjaardag werd er gefilmd of gingen we op vakantie. Dan werd er ook de camera meegenomen op vakantie. Die zaak. Of was er een schoolfeestje. Dus enkel van die momenten heb ik beelden. En niet van de dagelijkse sleur, zeg maar. En dat hebben wij wel. Wij vloggen echt iedere dag. En dat is leuk om terug te kijken voor Julien en ik. Maar ik denk nog veel leuker voor Jules als die ouder wordt. Ik ben echt heel erg benieuwd als hij bijvoorbeeld 5, 6 jaar is of wat ouder. Wat hij van zijn eigen filmpjes gaat vinden. En wie weet wat we nog allemaal in de toekomst kunnen doen als hij ook video leuk vindt. Misschien kan die zelf ook wel eens een vlogje maken of een video maken. Of misschien vindt hij het wel leuk om een beetje zo wat te acteren. Ik vond als kind altijd leuk. Dus ik denk dat misschien Jules daar ook wel interesse voor kweekt. En ja, als dat zo is, dan gaan we hem daar zeker in ondersteunen. Maar dat is allemaal toekomstmuziek natuurlijk. En misschien vindt hij het gewoon veel leuker om met een trompet te spelen en nooit nog die camera in de buurt willen hebben. Wel ja, als dat zo is, dan is dat ook maar zo. Als er één ding zeker is, is dat wij in ieder geval dit nog niet loslaten. We vinden het nog veel te fijn om te doen. En ik hoop dat jij het ook leuk vindt om ons iedere dag te volgen. Vergeet je ook niet te abonneren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dat is zo'n beetje zo'n teken van appreciatie. Je hoeft daar niet voor betalen. Je hoeft enkel maar op abonneren te drukken. En als jij een account hebt op YouTube, dan is het zo gepiept. En dan krijgen wij een nieuwe member eigenlijk bij ons kanaal aan. En vinden wij enorm fijn om dat te weten hoeveel abonnees dat we hebben. Oei, ik sta hier op speelgoed van Jujul. Om te gaan slapen. Jeline ligt al met Jules in bed, zij ligt in het bed en Jules in zijn eigen bedje dat naast het bed staat. Ik ga er ook naast gaan liggen en lekker slapen. En morgen zien we jou terug voor een nieuwe video. Kijk ook eens naar deze video. Dat is een video van Jolene en mij in de Ardennen. Ja, in Hoevalize. Kijk maar. Tot morgen.